Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. En wie is er thuis? Papa. Yay! Papa is niet voor lang thuis. Hij moet straks nog wel even werken. Maar hij is gestopt bij waar hij 4 dagen in de week werkt, toch? Ja. En het is niet zo dat hij daar ontslagen is. Hij wilde daar zelf stoppen. Nee, ik heb zelf opgezegd. Ja, dus voordat jullie dadelijk zeggen, oh, hij doet zijn werk niet goed of weet ik veel wat, dat is het probleem helemaal niet. Hij heeft op dit moment gewoon andere... Ik ga mijn leven, of we gaan ons leven anders invullen en daar horen eenmaal veranderingen bij. Ja, dus maak jullie je eigen geen zorgen. Niels gaat nog steeds werken, maar het zal iets anders ingevuld worden. Mm-hmm. Dus of jullie zien Niels wat vaker in de vlog, of jullie zien Niels niet vaker in de vlog. Dat is allemaal nog een beetje de vraag. Ja, vooral de werktijden anders indelen. Ja, zodat hij ook iets meer met de kinderen kan doen enzovoort. En dat hij gewoon voor Jordi ook bepaalde dingen beter geregeld kan krijgen, et cetera. Over hem gesproken, die heb ik net naar school gebracht. Ja. Joep, kom, ga fietsen. Dus die zit alweer op school. Liam en Sam zijn natuurlijk thuis, want het is maandag, dan is hun thuisdag. En ze zijn gewoon lekker aan het relaxen en aan het doen. En ze schreeuwen niet zoveel als gisteren. We gaan daar lekker ontbijten. Ja, we gaan lekker met z'n viertjes ontbijten. En dan ga ik werken. Ja, dan gaat hij werken. En vanmiddag komt onze pb'er. En we gaan nog even zien. Ik moet nog steeds met haar over hebben hoe dat we dat nou in de vlog noemen. Want dat is wel wat ik met haar toestemming wil doen. Mm-hmm. Dus ze zal niet in beeld komen, dat niet. Maar wel gewoon zo dat ik haar met respect zeg maar kan benoemen. Dat vind ik gewoon wel... Maar dan moeten we eerst met haar bespreken. Juist. Dus, en dat wou ik doen, maar dat is iedere keer er niet van gekomen. Omdat het zo druk was. Dus dat. Dat is wat er aan de hand is. Oh, en ik heb vanochtend ook nog de huisarts gebeld. Er is niks aan de hand of zo, maar ik moet jaarlijks eigenlijk mijn schildklier en mijn vitamines laten controleren. Verband met mijn gastric bypass en mijn schildklierafwijking Hashimoto. En elke keer stel ik het uit en dan zeg ik, oh, dit kind heeft me nu nodig, dus laat maar zitten. En ik heb nou de huisarts gebeld en gezegd van, jongens, stuur alsjeblieft een bloedformulier op, want ik wil echt bloed prikken. Dus daar gingen ze mee aan de slag, dus... verder niks aan de hand, maar ook omdat ik de laatste tijd wat moeer ben enzovoort. Ik wil het gewoon even zeker weten of het daarmee te maken heeft of niet. Niet omdat we het heel druk hebben. Nee. Ja, ik ben moe van jou. Mm-hmm. Jij maakt mij moe. Jij maakt mijn hoofd moe. Hoezo, jij hebt zelf ook daar aandelen in. Dat weet ik, helaas wel. Mm-hmm. Maar ik wil wel eventjes zeker weten dat het goed is, zeg maar. Dus dat. Dus laat de week maar weer beginnen. We weten alleen niet hoe dat die gaat lopen. Dat horen we straks of zo. Ja, 2 dagen weten we al. Dus de rest is allemaal... we hebben natuurlijk nog al wat werk aan voorbereiding voor het huis. Ja, dus daar moeten we ook aan gaan beginnen. Maar dat komt allemaal goed. Dan gaan we allemaal en proberen hun mee te nemen. Dat gaan we wel proberen te doen. Maar het kan niet met alles. Dat kan niet. Maar dat komt goed. Zijn we een broodje eten? Broodje eten. Zij eet altijd raar broodjes, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook 2 broodjes. Of 2 halve. Niels heeft ook broodjes. Liam heeft broodjes. Gaan we lekker even eten. Hey, goedemorgen. Ik heb me net aangekleed. Het is 7:50 nu. Niels is al beneden met de kinderen. En Niels is vandaag ook thuis. Dus we hebben besloten dat we naar keukens en badkamers gaan kijken. We weten ook al welke winkel. Want iemand van een bepaalde winkel kennen we al langer als vandaag. Dus daar gaan we gewoon even kijken. En dat. Ik heb me net aangekleed. Een wit shirt aan. Een groene broek. En dan gaat deze overheen. Dus dat. En ik ga nu heel even mijn wenkbrauwen doen. Want
dat is net, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is net het, ja, het oorlogsgebied, zeg maar, want, och jongens toch. Maar in ieder geval, ik haal het gewoon even gauw weg. Normaal doe ik het altijd plukken, maar ik ga het nu gewoon even weghalen. Zo, dat is geregeld. Het ziet er weer iets fatsoenlijk uit. Maar goed. Dan ga ik mijn haren doen. Nou ja, wel een idee. Niet te moeilijk. Ik denk dat ik het gewoon zo doe. Oh jongens toch, jullie blijven niet staan hè? Nee. Ik denk dat ik het even in de doosje moet gaan doen. Zo. Beter. Ik vind het zo prima. Dit valt straks allemaal gewoon naar beneden. Komt goed. Zo. Vanochtend hebben wij heel veel gedaan. Eerste kinderen naar school. Ja. Toen zijn wij naar iemand toegereden. Keuken, badkamer, wc en alles hebben besproken. En wij zijn net nog naar een winkel geweest waar we een beetje inspiratie hebben opgedaan qua kleuren, et cetera. Ja, we zijn het eigenlijk wel redelijk met elkaar ingestapt. We hebben geen ruzie gemaakt of wat dan. Maar gelukkig heb ik ook de grootste zeggenschap ook wel in. Maar goed, dit is zeg maar een beetje waar we op uit willen, zeg maar, qua kleuren, et cetera. Wat het precies is, dat gaan jullie allemaal wel zien. Maar als het klaar is. Dus ja. Maar niemand krijgt het te zien wat het klaar is. Nee, niemand krijgt het te zien. Behalve degene die de keuken ontwerpt. Ja, het is allemaal een verrassing voor iedereen. Maar hier komt wel de stempel Mandy en Niels op. Dat wel. Het is wel echt een Mandy en Niels ding, zeg maar, waar we hebben uitgekozen. Dus, ja. We zijn wel content, toch? Dus we gaan nu richting huis. Dan gaan we even een paar boodschappen halen voor het avondeten en voor morgen. En dan Jordi ophalen, Liam en Sam. Dan gaat Niels nog even een paar uurtjes werken. En dan is Niels weer met avondeten. En ja, gaan we zien hoe de dag verder verloopt. Maar we hebben al heel veel stappen gezet vandaag. En toen waren we alweer thuis. We hebben de Bambix bende opgehaald. Ze hebben nu even iets lekkers. Ik ga dadelijk beginnen met eten maken, et cetera. En maar nu eerst even wat drinken pakken. En even wat spulletjes opruimen, zoals de tas, et cetera, enzovoort. Morgen heeft Jordi studiedag. Dus morgen is Jordi bij mama de hele dag. En gaan Liam en Sam gewoon naar school. Dus dat is wat de bedoeling is. Maar nu ga ik eerst even drinken voor mezelf regelen. En zorgen dat ik even wat drinken binnenkrijg.
Niels is werken. Ik ben ondertussen hier nu brood aan het maken en fruit en dat soort dingen allemaal. Morgen heeft Niels ook een lange dag. Ik weet alleen niet hoe laat hij thuis gaat zijn. Of het rond etenstijd is. Daarna, ik heb echt geen flauw benul. Het enige dat ik weet is dat ik voor een brood moet maken enzovoort. Ja. Mijn hoofd zit eigenlijk de hele dag al een beetje vol. Je krijgt heel veel informatie. Heel veel dingen te zien. Ik vind het nogal wat hoor. We moeten natuurlijk een heel huis gaan verbouwen. En dat is niet erg. En nogmaals, klagen, dat doe ik hier niet. Want ik ben heel erg bevoorrecht dat ik dat überhaupt mag. Maar jeetje, wat een werk. Wat een beslissingen. Nou weet ik wat ik wil. Ik weet hoe ik het wil. Ik weet welke kleuren, et cetera. Ik wil het gewoon... wat ik wel kan zeggen is dat ik grijs tinten in de douche en de wc's heb gekozen. In de keuken heb ik iets met zwart en een donkerbruinachtig iets. Vloertegels wil ik ook een grijs tint. Het wordt gewoon 50 Shades of Grey, dat huis. Of het wordt gewoon 50 Shades of Grey, dat huis. Oh, zo vol zit mijn hoofd dus dat ik gewoon nog geen zin fatsoenlijk uit kan brengen. Maar goed. Ja, het is gewoon nogal wat. Mijn hoofd zit ook gewoon vol. En ja, wat we hebben uitgekozen gaan we niet in die zin zeg maar niet delen. Jullie mogen best wel weten dat ik 50 Shades of Grey zeg maar uitgezocht heb. ik vind hem eigenlijk ook best wel grappig zelf. maar goed, ja, dat. Dat is wat de bedoeling dan is. Morgen horen we wat de prijsindicatie daarvan is. En aan de hand daarvan gaan we kijken hoe en wat. Ja, morgen komt Daphne. Morgenmiddag, als de kindjes uit school zijn. Ik moet voor Jordi een paar joggingbroeken gaan scoren. Want meneer heeft een dikke reet gekregen. En als een dikke reet, hij is gewoon gegroeid. Niet dikker geworden of zo. Zo bedoel ik dat niet. Het kind is gewoon gegroeid. Waardoor dat hij dus ook, zeg maar, in verband met zijn luiers, zeg maar, niet alle broeken, alle joggingbroeken meer aan kan. Ik heb er een aantal van dezelfde soort. En die zijn nou al lastig. Dus ja, daar moet ik nieuwe voor gaan scoren. Een hele goede morgen. Ik heb Liam en Sam naar school gebracht. Jordi is lekker thuis. En ik ben met hem even net naar de winkel geweest. Hij heeft heel mijn haar net staan trekken en staan doen. Maar dat maakt niet uit. Vandaag krijgt Jordi een keer geen fruit. Ik heb geen zin in. Mag ook wel een keer. Ik heb kaasstengels gehaald voor hem. Vindt hij heerlijk. Dus het kind krijgt lekker kaasstengeltje. Dus ja, lekker eventjes eten. En dan ranja. En dan... luier verschonen en dan is je weer klaar voor vandaag. Of ja, voor vandaag. Voor de komende paar uur. Er is ook een reden waarom ik voor kaasstengels gekozen heb. Die zijn wat harder. En dan moet je iets harder werken met skaken. En dat is helemaal niet erg. Maar ook dat moet hij oefenen. Dus we hebben gelijk een oefenmoment. Ik ga het proberen te laten zien hoe dat hij dat doet. Kijk Jordi. Zou het dan de staart van een kameel kunnen zijn? Dan is het vast de staart van de zilf. Hé, ik ken die staart. Is dat niet de staart van Tommy? Tommy bracht samen met op bezoek aan het dierentuin. Om zijn vriendjes te verzoeken. Dan moet hij extra hard voor werken. Daar heb je Harry. Harry is een aap die veel apenstreken uit. Nee, daar moet hij gewoon extra hard voor werken. Dus ja, dan ja, dat is beter. Het is gewoon een oefening. En dat is ook de reden waarom hij sowieso nu een tablet voor zijn neus heeft. Want dat betekent dat hij niet hoeft na te denken over het kauwen. Maar het is wel dat hij dit dan traint. Want je kan hem altijd wel zachte dingen geven. Maar dat is ook niet de oplossing om dat altijd maar te doen. Dus... ook ik geef hem af en toe iets hards.
chips is zo te kauwen. Daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen als hiervoor. Dus vandaar dat hij dit krijgt. Goed zo. Die is er thuis in het dierentuin? Een papegaai. Hij heeft zeer kleurrijke veren. Rode en groene. Tijd om afscheid te nemen. Wil je nog meer leren met papa? In de trein. Zie jij de rode bloem? Is dat de rode bloem? Beter dan dit krijg ik het er niet op. Ik heb net Jordi verschoond en hem gelijk de kietel doodgegeven. Maar hij is echt heel vrolijk. Tellen ze samen. Ja. 1, 2, 3. Er zijn 3 rode vlinders. Hij is echt mega vrolijk. Hier. Hallo. Wat tovert vierkant? Hallo. Welk vierkant is het kleinst? Ja, mega vrolijk vandaag, hè? Lekker rustig. Lekker rustig. Lekker rustig. Het blauwe vierkant is niet het grootste vierkant. Hé, lekker ding. Lekker ding. Lekker ding. Lekker ding. Het rode vierkant. Oh, en hoe gaat het met zijn brandhondje? Nou, dat gaat eigenlijk wel heel goed mee, moet alle vierkanten van klein naar groot. Nee, dat is niet deze hand. Dat is deze hand. Nee, wel deze hand. En rood. Goed deze zo. Kant, zo. Dat is niet het. Het gaat heel goed. Heel goed, hè? Kijk uit. Heel goed, hè? Je valt over de autootjes. Ja. Boomba struikelt over het rode autootje. Kan jij het lekker rode ding. Autootje vinden? Lekker ding. Dat is de blauwe auto. Welke is de rode auto? Hier! Dat is de rode auto. Maar hij is echt heel erg vrolijk vandaag. Ik zat net ook bij hem op de grond en helemaal over me heen hangen. Het kind is gewoon heel vrolijk en daar geniet ik van. Ook al kijkt die tablet, ik heb wel de aandacht die ik van hem wil op dat moment. Dat is wel heel mooi, want dan begin ik steeds vooruit te gaan. Maar ik laat hem vandaag lekker even op zijn tablet. Vanmiddag komt de oppas, Daphne. En dan gaat hij gewoon lekker spelen en doen. Want Daphne die let dan ook op. En dan kan ik eventjes tussendoor nu nog dingen doen. Ja, en toen lag ik alweer in mijn bed. Ik heb straks de kinderen opgehaald. Liam en Sam. Ik ben thuis gekomen. Toen kwam Daphne. Om op de kindjes te passen, zodat ik dan iets kan doen, zeg maar, wat geen kinderen nodig heeft, waar ik geen kinderen bij nodig heb. Ik ben naar de Vibra, naar de Zeeman gegaan, voor joggingbroeken te scoren voor Jordi. Ik kwam erachter dat niet alle joggingbroeken meer zullen passen. Jordi draagt natuurlijk een luier, betekent ook dat zijn kont wat dikker is. Hij heeft kortere beentjes. Qua kont zit hij op 140. Qua benen zit hij op 128. Nou, 134 net. Dus ik ben maar even broeken gaan scoren. En zorgen dat hij weer wat broeken in de kast heeft. Ik heb ook wat voor Liam en voor Sam aan kleding gekocht. Waarvan ik dacht, hé, dit is eigenlijk wel leuk. Dus dat heb ik ook gedaan. En wacht even. Iedere avond gaat er hier een wekker. Dat is omdat ik dan mijn calcium moet pakken, maar die heb ik al gepakt in dit geval. Want ik wilde gaan douchen en ik was klaar met de dag. Dus ja, dat. Ik heb net gedoucht en Niels is nu aan het douchen en ik ben klaar met de dag om lekker te gaan slapen. De kindjes slapen ook lekker. Maar dat is in ieder geval wat ik heb gedaan. Een hele goede morgen. Wij hebben de kinderen naar school gebracht. Yay. En daarna zijn we even gauw naar de supermarkt gegaan. Heb ik even voor een paar dagen boodschapjes gehaald. En nu ga ik Joef douchen, want mevrouw stinkt. En ze heeft overal jeuk, dus het wordt tijd. Ik ga eerst haar spullen in de wasmachine proppen. Zodat het straks allemaal weer schoon is. En dan ga ik haar in de douche zetten. Hond gedoucht? Check. Ze is quizkoon. Koen. Ze was niet blij met mij. Nee, maar ik ben wel blij met jou.
Ja, ik ben wel blij met jou. Je ziet dat ook. Beetje rood en zo. We hebben Jordi opgehaald. En nu gaan we Liam en Sam ophalen. En dan komt Steffi. Want ik heb het met haar erover gehad hoe dat we dat noemen. Gewoon Steffi. Dan komt Steffi om met Jordi van alles te doen. Alle kinderen liggen in bed. We hebben ze gedoucht en alles. En Steffi is geweest. Dus ja, dat. Ik ga dat hier nog even opruimen. Ik had straks de boel gepoetst. Zie je nou niks meer van. Maar goed. Ik heb straks boodschappen gedaan bij de Lidl. En ze hebben Franse week. En ik heb macarons meegebracht. En die vind ik zo nu en dan heel erg lekker. Niels die houdt daar niet van. Die vindt macarons niet zo geweldig. Dus dan is alles is voor mama, alles is voor mama. En met één hand open krijgen is best lastig, maar het is me gelukt. Ze zien er zo uit. Ze ruiken heel lekker en natuurlijk de meest verse macarons zijn het lekkerste, dat weet ik. Maar ik had er gewoon even zin in. Even kijken welke smaak zit er allemaal in. Crème brûlée, tarte tartin, hazelnoot, salted caramel, vanille en chocoladesmaak. Dus ja, we gaan het gewoon proberen. Ik weet niet welke deze is. Volgens mij zit er salted caramel. Ik proef alleen de zout niet. En dat vind ik niet erg, want ik hou niet zo van de salted caramel. Maar het is wel gewoon caramel. Ik ga even genieten. Sommige dingen stoppen natuurlijk ook niet, hè. Zie hier mijn bergwas. Die ga ik even opvouwen. En gelijk kleding pakken voor de kinderen. En daarna nog heel eventjes de broodtrommels maken. Ja mensen. En toen lag ik alweer in bed. Ben moe. Ik heb de broodtrommels gesmeerd van de kinderen. En heel even op de bank gezeten. En nu lekker slapen. Mogen de kinderen weer naar school. En van alles op de planning staan. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.